We kennen allemaal wel iemand die vindt dat televisie dood is. En hoewel er uitzonderingen zijn, zoals sport, zal iedereen de gedaalde kijkcijfers van lineaire kabeltelevisie onderschrijven. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkeling plaatsvindt in de broadcastwereld. De laatste paar jaar is de inzetten van augmented reality volwassen geworden. En de coronacrisis lijkt bovendien voor een opleving te zorgen. Dus voor iedereen die de laatste jaren aan de streamingdiensten zat gekluisterd, kijken we in deze video hoe AR wordt gebruikt en natuurlijk welke technieken dit mogelijk maken. We're going back to Mars. NASA's newest rover Perseverance is scheduled to land on our neighboring planet in 2021. And its new home will be the Jezero. Waarbij de evenoude greenscreens alles achter de presentator wordt aangepakt, voegt AR vooral grafische elementen verder voor in het beeld toe. De Weather Channel is een van de zenders die daar af en toe flink mee uitpakt. Vorig jaar wonnen ze zelfs een Emmy voor een uitzending over de gevaren van tornado's. 86 to 110 mile per hour winds here. Mobile homes now can be flipped or rolled. Roofs severely damaged here. And there can be extensive power outages. Jeez, that was close. Look it, when you got a tornado like this, power lines are gonna fall, sometimes like dominoes. Just like you see. We zien het ook terug in de wereld van e-sports. Bijvoorbeeld tijdens deze finale van de League of Legends Pro League. Champion Akali danst hier als virtueel personage mee met echte dansers en wordt na de hand nog even geïnterviewd. En dat alles live en in real time. Maar waar denk ik de meeste mensen wel eens AR hebben gezien op tv, is tijdens sportuitzendingen, zoals bij de Super Bowl. En in Nederland is de Ziggo Sport een van de zenders die eraan meedoet. En voor de trouwe Formule 1-kijkers is dat natuurlijk geen nieuws. Alles wat bij de productie van deze augmented reality komt kijken, wordt verzorgd door NEP in Hilversum. Bij Ziggo maken we gebruik van twee manieren van graphics, van augmented reality. We doen een extensie, waardoor we dus gewoon eigenlijk de wereld groter maken. Daar hebben we een stuk groen scherm voor achter het decor hangen, waar we dus onze AR bovenop zetten. En we doen ook compleet een replacement, zoals dat Stef hier in een groene doos. En die maken we dus compleet, maken we een wereld van. Er is hier geen trap, we hebben een virtuele trap. Er is hier geen scherm, we maken een virtueel scherm. En alle objecten die daarin staan, die kunnen we er dus zo in laten gaan. Kijk, de camera beweegt nu eventjes tussen de twee decoren in. Dat is het virtuele decor. Dat is het fysieke decor, dat staat er fysiek. Dit ding, deze banner die hier staat, die is er dus niet. Dat is een virtueel object. Kijk, en dan kunnen we hem wel bij controleren. Je ziet dus dat inderdaad onze presentator hier niet mag staan, want daar houdt het scherm op. Maar hoe verder die naar achter gaat, of hoe hoger de camera gaat, hoe beter dat werkt. Nou ja, je ziet het hier virtueel. Dit hele blok, dit is virtueel. Dus als je dit ook gaat zien, als je de camera in uitsnede rechtstreeks bekijkt, dat is deze camera, dan moet je maar zien wat je dus eigenlijk fysiek aan een shot overhoudt. Hè? Een stuk groen waaraan wij het graphics aanplakken. Een hele wereld die we niet gebruiken, maar doordat we er augmented van maken, werkt dat juist heel goed. En dan kun je dus zeggen van nou oké, we komen uit een wedstrijd, we zakken de camera naar beneden en we zitten in één keer in de studio. Dus je maakt veel meer gebruik van de techniek eromheen. Want als je het fysieke plaatje ziet, ja, dat is maar een heel klein stukje. Dus wat is echt en wat is nep, dat proberen we hier zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te leggen. Er is trouwens nog een derde manier waarop Ziggo gebruik maakt van AR. En dat is er een waar helemaal geen greenscreen aan te pas komt. Waarvoor moet je zorgen dat het niet te licht is, dat hier niet te veel licht ondervalt? Want als er te veel licht ondervalt, dan ja, is het niet meer echt. Dan is de schaduw die je zelf probeert te creëren, die gaat tegen je werken. En je moet ervoor zorgen dat die ook in aspect niet te klein is. Dus dan hangt hier een wand aan de tafel. Nou, die spiegelen of die eiken we altijd even aan ons eigen voordeel. Dat we dus weten, nou oké, een band is zo groot, dan is die auto qua formaat ook groot. Als die te klein is, we kunnen natuurlijk alles veranderen aan deze auto. Ja, dan is het niet meer werkelijk. En Tommy die kan dus deze wagen die we hier hebben staan ook doorsnijden, zodat je dus echt aan die storytelling kunt doen. We snijden hem nu door. Wat zit er dan aan de binnenkant? Nou, zo zit hij dus in de auto. Dus je kunt echt zeggen, oké, met zijn voeten zit hij echt al tegen de neus aan. Dus als hij die neus eraf haalt omdat hij hem eraf gereden heeft, zit je bijna tegen zijn tenen aan, om wat te zeggen. Wat zorg je daarvoor? Nou ja, als je het dus zo ziet, dan is het wel heel erg plastic. Nu, dit verkoop je eigenlijk niet meer zo. Dus dit doen we eigenlijk ook alleen maar in de greenbox, zodat je in de setting zit waar dat klopt. Dus je moet er wel voor zorgen dat de realiteit die je maakt, dat die klopt met het plaatje erachter. Want hier is het alleen maar. Maar dit werkt uitstekend. Max staat hier gewoon los, je kunt het erover hebben. Hij heeft wat diepte,
Maar het is een los object. Het is niet een object waarvan je denkt, dat kan er niet staan fysiek. Want die auto, dat is lastig. De designs, de animaties en alle logica erachter worden bij NMP Graphics in-house gemaakt. De auto van Max Verstappen is tot in de kleinste details nagebouwd. Daarvoor werd iemand naar de testdagen van de Formule 1 gestuurd om bijvoorbeeld de kleuren en de bestikkering te checken om hem zo snel mogelijk te kunnen modelleren. De 3D-ontwerpen worden bijvoorbeeld met het Nederlandse Blender gemaakt en daarna worden alle objecten samengevoegd in de Unreal Engine. Nou, de Unreal Engine die staat voor die virtuele producties die we nu doen echt centraal. Want het feit dat het alles dan, dat PBR, wat heel vaak heen en weer wordt gegooid, dat helpt bijvoorbeeld heel erg als je wil samenwerken, dat je al wat sneller ervan uit kan gaan dat als een stuk hout correct is gebouwd, dat dan de belichtingartiesten gewoon ook vanuit kan gaan dat het er goed tot zijn recht komt eigenlijk. En dat versnelt heel erg de boel. En we gebruiken ook gewoon heel veel van de speciale effecten die je gratis meekrijgt met een reel om dingen er sneller scherp uit te laten zien. Die je anders ben je weer dagenlang bezig om die allemaal zelf na te bouwen. De beste manier om dingen goed te laten integreren is vaak door niet alleen naar je scherm in Unreal te kijken, maar ook naar plaatjes en boeken te kijken van echte objecten. Want vaak merk je dan snel genoeg van, oh, ik heb hier toch het een en ander gemist. En dat is waar je de grootste stap mee zet. En dan die laatste stappen doe je door juist wel weer heel erg hard in te zoomen op objecten om ze te checken. Want de cameramensen die gaan zich vrij snel vervelen bij producties. Je hebt de eerste twee keer dan houden ze zich aan de originele plannen en dan daarna gaan ze gewoon inzoomen op willekeurige dingen. En dan moeten wij er goed voor zorgen dat die goed gedetailleerd blijven. Terwijl je in games dan hebben die allemaal een standaard lage kwaliteit op een gegeven moment. En deze dingen moeten ervan uit kunnen gaan dat je, hier houden ze helemaal van om helemaal op zo'n brandblusser in te zoomen bijvoorbeeld. Dat moet allemaal maar net goed gaan, want dan moet net iemand maar aan hebben gedacht om dat allemaal ook op te schilderen natuurlijk. Dus. Daarnaast bijvoorbeeld heel veel stuff hier en is natuurlijk een beetje nep, want je wilt wel wat beweging hebben in de achtergrond, maar we kunnen niet zomaar een paar video's aanzetten, want dat is eigenlijk counterintuïtief. Dan is één video die loopt stiekem al best wel zwaar. Dus dan heel veel bewegingjes die je in de achtergrond ziet, die worden gewoon gefaked met wat simpele effectjes eigenlijk in de materialen in plaats van dat het video's zijn. Je ziet in deze scène, als ik hier alle logica aanzet, bijvoorbeeld dan zit het scherm nogal, het lijkt allemaal heel veel stuff, eigenlijk de hele tuin die staat open als je er zo in de edit naar kijkt. En dat wordt natuurlijk pas door de operator waar we straks naartoe gaan, die zet het allemaal netjes klaar. En samen met de regisseur bedenken ze hoe het er helemaal mooi uit moet zien. Als de ontwerpen af zijn en klaargezet, gaat het project dus naar het gedeelte van de studio achter de schermen. En om dat goed te kunnen bedienen, hebben wij een schil geschreven. Dat heet Cube. En dat kan dus eigenlijk alles wat er gebeurt binnen de AR-wereld controleren. Dus we hebben een GUI gemaakt waarbij wij stapsgewijs elke handeling die we willen doen kunnen uitvoeren. We kunnen alles tweaken, we kunnen objecten verschuiven, we kunnen ze groter, kleiner maken. We kunnen het net zo maken dat het camerabeeld er perfect bij past. En omdat je het augmented met tracking hebt, blijft het gewoon keurig in je studio staan. En kun je dus je hele compositie maken. Zo is Tommy nu bezig. Die heeft hier de cup uit de Premier League en die kan die gewoon keurig netjes verplaatsen. Zodat hij niet in de weg gaat. Hij kan hem laten zakken. Dus als we die sokkel niet willen hebben, we willen hem gewoon op de grond hebben staan. Zet hem zo neer. Kun je nog een schaduwlaagje aanzetten, dan komt er ook nog een klein schaduwtje bij. Want waarom werkt augmented reality? Waarom werkt het? Als je zorgt dat het echt lijkt. Als je zorgt dat het niet perfect is. Hè? Want geen enkele wand is perfect. Overal wel een scheurtje of een krasje. Nou, kijk naar deze vloer. Er zitten overal krasjes en viezigheid. Dat zorgt er echt voor. En die muren. Het heeft al hard kraken. Ik bedoel, je ziet hier echt gaten in. Dat maakt het echt. Of in ieder geval echter. De perceptie is vele malen duidelijk aanwezig. De cameratracking werd al even genoemd en ook dit is onmisbaar. Want naast de AR-elementen en de belichting moet ook het camerabeeld virtueel worden nagebootst. Bij NEP maken ze daarvoor gebruik van optische tracking via de Star Tracker van MOSIS. Deze wordt bevestigd op de studiocamera's en bestaat uit een fotocamera met groothoeklens van 90 graden. Die maakt vervolgens een virtuele map van de ruimte, zodat de camera weet waar hij zich in die ruimte bevindt. Er zijn meerdere manieren om die map te maken, maar bij NEP werken ze met retroreflectieve stippen aan het plafond.
Als je naar boven kijkt, dan zie je eigenlijk die stippen maar nauwelijks. Maar als je, die stippen zijn retroreflectieve stippen. Dus als je er licht op schijnt, dan krijg je het ook weer terug op die plek. Net zoals een verkeersbord werkt, zeg maar. En ja, er zit een infrarode ring omheen, die stuurt hem naar boven. Die reflecteert weer terug en dat is deze camera gevoelig voor. Dus hij is niet gevoelig voor invallend studiolicht of de zon. Dus hij werkt uitstekend gewoon ook op een plek waar veel licht is. Maar de infrarood zorgt er in ieder geval voor dat hij dus zijn eigen stikjes weer terugziet. Het lijkt een beetje een Dalmatier hier aan het plafond, maar het is echt wel nodig. Ze moeten compleet random hangen, hè, want hij moet natuurlijk weten dat er niet een herhalend patroon tegen gaat komen. Dus het is echt kwestie van hier eentje, daar eentje, daar eentje, daar eentje. Oké, foto's maken. Ja, dit is een perfecte dekking van de studio. En daarna komt het licht erin. Dan moet je er nog zo voor zorgen dat je nog steeds tracking houdt. En daarom hangen er zoveel stippen in. Want je hebt echt, aan alle kanten heb je van een lamp heb je zicht nodig. Nou, gelukkig kan het ding een vrij grote hoek met de camera bewegen. Je moet alleen uitkijken dat we niet tegen de bovenkant zitten. Maar de cameraman is vrijwel vrij in het maken van zijn shots. De informatie uit de Star Tracker wordt verwerkt door de processor die ook aan de camera hangt. Deze berekent 250 keer per seconde alle variabelen van de camera, zoals snelheid, kijkrichting en hoogte. Tandwielen op de lens registreren de zoom- en focuswaarde en de field of view. En al die informatie wordt berekend ten opzichte van het nulpunt, waarna een virtuele camera over het beeld van de studiocamera wordt heengelegd. Op deze manier kan de positie van de camera tot op de millimeter nauwkeurig worden bepaald. Nou, als dit gedetailleerder moet, kunnen nog encoders worden ingezet of kan er gekozen worden voor tracking met visuele herkenning van objecten. Het Norse The Future Group liet bijvoorbeeld de mascotte van de Ravens in AR rondvliegen door een American voetbalstadion. Om het zo te laten lijken dat de vogel op en in het doel landt, werden de palen als 3D-object aan het project toegevoegd. Door vervolgens het alfa-kanaal van de raaf te masken, kon de doelpaal in de voorgrond weer tevoorschijn worden getoverd, waardoor de illusie compleet is. Ondanks dat er een aantal hele toffe AR-producties gemaakt zijn, valt op dat ze niet altijd even scherp zijn. Dat zie je aan de raaf, maar ook aan het begin van deze video met de Perseverance. De lage resolutie doet daarbij toch een beetje afbreuk aan het geheel. In Nederland is de standaard output resolutie van scènes dan ook Full HD met 50 frames per seconde. Maar volgens NEP is de techniek niet per se de beperkende factor om over te stappen naar hogere resoluties. Eén zo'n item, wat dan een heel speciaal item is voor die uitzending, daar hebben waarschijnlijk maar een enkeltal mensen een week of minder of soms iets meer voor gehad. Dus dat is nogal, ja, het gaat meer om de informatie vertellen dan dat je het uiteindelijk op filmische kwaliteit krijgt in zo'n geval. Tijd is de grotere limiterende factor dan de rekenkracht van de engines vaak. Als de rekenkracht 100 keer zo sterk zou kunnen zijn, dan kun je natuurlijk maximaal alles erin lostrappen. Maar om het allemaal binnen redelijke marges te bouwen en binnen bepaalde tijd, dan krijg je dat eigenlijk. Maar toch kunnen nieuwe technieken de productie van AR naar een hoger niveau tillen. Bijvoorbeeld met de release van Unreal Engine 5. Er wordt altijd heel veel flexibiliteit gevraagd, door alles op het laatste moment moet aangepast worden. Maar voor dit soort scènes is eigenlijk het grootste gedeelte van de belichting is statisch gebouwd. Dat is zo'n ding. Dit zijn zeg maar allemaal ruitjes en ieder blokje hier is één pixel die wordt opgeslagen voor wat de belichting is op dat plekje. Omdat dat voor nu de enige manier is om mooi bounce licht overal te hebben. En met die Unreal Engine 5 gaan er heel veel technieken aankomen, waardoor we meer en meer real-time aan kunnen passen en dat je dezelfde kwaliteit licht hebt. Ja, heel veel nieuwe particle effecten, daar kijken we ook naar uit dat we daar iets meer mee kunnen gaan spelen. Want het is vaak, dat helpt wel heel erg om wat leven in de set te injecteren. Dat het niet allemaal gewoon stille, statische objecten zijn. En natuurlijk kan ook de nieuwe serie RTX 3000 videokaarten niet onbesproken blijven. We wachten waarschijnlijk totdat de Quadro versie van die generatie uitkomt. Maar ja, het is wat nu al uitkomt, is dat het in ieder geval twee keer de rekenkracht heeft. En als we de demosets die we al hebben gebouwd met real-time raytracing, daar lijkt het toch wel echt op dat die twee keer extra horsepower best wel gaat helpen om daar ook meer detail in de reflecties te bijvoorbeeld. Nu doe je een heel naar trucje dat eigenlijk alles wat wordt gereflecteerd wordt een hele matte versie van het object zelf. En daar kunnen we misschien waarschijnlijk van afstappen.
En NVIDIA komt natuurlijk ook uit met heel veel softwareverbeteringen zoals DLSS. En dat gaat waarschijnlijk ons heel erg helpen als we de stap naar 4K in onze producties moeten maken. Want dan kunnen we veel harder doorbouwen in plaats van dat je alles zo strak moet optimaliseren, alles veel strakker moet optimaliseren. Zoals ik zei, er zit hier nog een kerstboom in. We kunnen niet als al die data paraat moeten staan om helemaal super geoptimaliseerd op 4K te renderen. Dat is, ja, dat kost gewoon meer tijd en we hebben eigenlijk, dat is nogmaals met deze producties meer de limiterende factor dan dat we een extra GPU erbij inschroeven bijvoorbeeld. Ondanks dat augmented reality de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis vaker is ingezet, is het ook weer verre van mainstream. Volgens NDP ligt dat niet alleen aan de techniek. Ja, een perceptieverandering is nodig. Het geloven dat het kan. Traditioneel probeer je je waardes vast te houden. Hè? Fysiek decoren, mensen erin en die voelen zich thuis. Dit is al een stap, want je moet dus weten dat er achter je groen zit in plaats van een virtuele set. Dat groeit nu. We zien dus gewoon dat de jonge presentatoren die niks anders kennen dan deze techniek, die gaan daar blind in. En dat boeit ze niks meer, want ze weten wel dat de operator die achter de knoppen zit, die persoon hiernaast je neer gaat zetten. Dat is een van de redenen waarom je het ziet. Of het nou echt mainstream wordt, ik denk dat het altijd wel een klein beetje niche is. Maar ja, het is zo lekker om niche te zijn. En beter hadden wij het niet kunnen verwoorden. Dus zolang het COVID-19-virus om zich heen blijft slaan, bestaat de kans dat je vaker augmented reality in uitzendingen tegenkomt.